Goeiedag, mijn naam is Stefan en ik ga je laten zien hoe je een fitnessabonnement kan aankopen of kan inschrijven voor een cursus indien je geen student KU Leuven, associatie KU Leuven bent en ook geen personeel van KU Leuven. De eerste stap dat je doet is je gaat naar www.kul.be/sport, enter. Dan kom je op onze website. We klikken hier op de online tool voor sportkaarten, fitnesskaarten en cursussen. Okay. En dan klik je hier op aanmelden alle anderen. Dus enkel indien je geen associatie KU Leuven student bent en geen KU Leuven personeel, klik je hierop. Goed, je hebt al een login en een paswoord van de vorige stappen. Dus je kan er login gaan, inloggen gaan. En dan geef je hier je e-mailadres in. Zo. En je wachtwoord. En dan kan je inloggen. Het tabblad dat we hier nodig hebben is aanbod. Daar ga je naartoe. Zo. En dan kan je hier normaal zien dat je al een sportkaart hebt. Dat is heel belangrijk dat je die op voorhand hebt. Anders is het niet mogelijk van een fitnessabonnement of een sportcursus in te schrijven. Dus controleer goed dat hier een sportkaart staat met een geldige start- en einddatum. Dus dat we daar tussenin zitten. Dan kan je naar beneden scrollen. En dan zie je nog een hele hoop sportkaarten staan, maar dat is niet zo belangrijk. Je ziet hier fitness staan. Fitness 12 maanden, 6 maanden en 3 maanden. Indien deze prijs niet correct is voor jou, dat wil zeggen als je bijvoorbeeld personeel KBC bent of alumni of iets dergelijks, dan heb je recht op een korting. En kan het zijn dat deze prijs niet klopt, dan moet je met ons contact opnemen zodat we dat kunnen aanpassen. Als dat dan correct is, of als het van in het begin al correct is, dan klik je gewoon op toevoegen. Dit artikel komt in de winkelwagen terecht. Hier bovenaan zie je de winkelwagen, daar klik je op. En dan kan je naar betaling gaan. Goed, dan volg je dat. Als je bevestiging krijgt van betaling, kan je meteen beginnen fitnessen. Indien je gewoon voor een cursus wil inschrijven, ik ga deze eerst even verwijderen. Zo. Dan ga je nog een beetje lager. En daar zie je al de cursussen staan. Momenteel staan ze er niet allemaal, omdat ze nog niet in te schrijven zijn. Maar ze verschijnen op het aangegeven tijdstip. Ik heb hier een testcursus gemaakt om aan te tonen hoe het juist werkt. Dus je klikt op toevoegen. Indien het een betalende cursus is, komt je ook in je winkelwagen terecht. Maar dit was een gratis cursus. Dus er staat payment succes. En je bent ingeschreven voor die cursus. Als je zeker wil zijn, kan je nog even terug naar beneden scrollen. En ziet dat de cursus een andere kleur heeft en er staat u heeft deze cursus al aangeschaft. Dan is je inschrijving in orde. Zo, dat is alles.